Mijn naam is Martijn van tabletsmagazine.nl en vandaag kijken we even naar mijn eerste indrukken van de Samsung Galaxy Note 2. De phablet, zoals dat wel genoemd wordt, kruisje tussen smartphone en tablet. Wellicht wat te groot voor een smartphone en wat te klein voor een tablet, maar wel een populair apparaat. In ieder geval zijn er van de eerste generatie Note inmiddels meer dan 10 miljoen stuks verkocht en volgens mij gaat het ook goed. Met de tweede generatie, dit model, daar zijn inmiddels al 3 miljoen stuks van verkocht op het moment van opnemen. Samsung Galaxy Note 2 is op veel punten aangepast ten opzichte van de eerste generatie. En ten eerste, het design is natuurlijk het belangrijkste. Het apparaat is niet zozeer groter geworden, wel iets langer, een paar millimeter. Maar het verschil qua design is vooral terug te zien eigenlijk aan de achterzijde. En de achterzijde is zeg maar plastic kunststof. Kunststof wat flink vingerafdrukgevoelig is, zoals je hier ziet. En dat wordt dus meteen viezig, vuilig. Terwijl de eerste generatie wat matte achterzijde had. Was overigens ook kunststof, maar dat was niet glad, waardoor je de vingerafdruk op veiligheid op terug zag. Voor de rest is het design grotendeels hetzelfde gebleven, maar ook aan de voorzijde zien we terug dat het vingerafdruk gevoelig is. Hoewel Samsung aangeeft dat er een coating op zit die vingerafdrukken tegengaat. Ik heb hem nou net schoongemaakt hoor, maar mijn algemene indruk is dat de vingerafdrukken er snel op verschijnen. Oké, laten we even kijken naar de aansluitingen. De achterzijde van de Galaxy Note 2 is te verwijderen, die is afneembaar, de plastic achterzijde. En daarachter zien we een aantal belangrijke dingen terug. Ten eerste de batterij natuurlijk. Batterij die volgens Samsung net wat langer mee moet gaan dan de eerste generatie. Maar daar kom ik later in een volledige review op terug. Natuurlijk, zoals gezegd, blijft het een smartphone, gedeeltelijk. En daarom zien we een simkaartslot terug en ook een microSD kaartreader om het geheugen uit te breiden. Dat zijn dingen die je dus vindt zodra je de plastic achterzijde afneemt. En dan kan je dus je simkaart en je microSD kaart in kwijt. En de achterzijde klik je er vervolgens gewoon weer op. Aan de onderzijde zien wij nog een micro-USB poortje terug met MHL ondersteuning. En daar kan je het apparaat mee opladen of koppelen aan je PC of Mac. Verder qua aansluitingen aan de bovenzijde zien we nog een koptelefoonuitgang terug. Maar dat was het wel. Voor de rest moet je het doen met de volume rockers en de aan-uit knop aan de zijkant. Voor de rest is het apparaat minimaal uitgerust, dus geen HDMI of wat dan ook. Maar het draait allemaal om één ding. Of het draait voornamelijk om één ding. En dat is de S Pen Stylus. Die zit dus in de behuizing verwerkt. Die kun je er zo inschuiven en uitschuiven. Die zit hier onderin verwerkt. De Galaxy Note 2 beschikt over een nieuw display en een nieuw display op verschillende manieren. Het is nog steeds een Super AMOLED HD display, maar er zijn een aantal dingen in gewijzigd. Zo is de resolutie gegaan van 1280x800 pixels naar 1280x720 pixels. Maar maakt Samsung ook weer gebruik van een andere techniek, een subpixel techniek, waarin meer subpixels getoond worden, 3 in plaats van 2, waardoor de weergave weer iets scherper overkomt. Dat zijn dingen die lastig op camera te zien zijn, maar dat zijn wel belangrijke verbeteringen. Maar nog steeds dus een Super AMOLED HD display en dat valt gelijk terug te zien. Natuurlijke kleurweergave, zeer scherpe weergave, diepe zwartwaarde, goede witwaarde ook. Wit is ook echt wit. Dat zijn wel belangrijke dingen. Dus het is een heel goed display. Of het ook beter is dan, dan andere high-end smartphones van HTC of een iPhone. Dat is een kwestie van persoonlijke smaak, denk ik. Het hoort in ieder geval bij de high-end displays op de markt. Qua software. De Galaxy Note draait op Android 4.1 Jelly Bean. Dat zien we hier terug. Android 4.1.1. Maar daaroverheen zit natuurlijk Samsung's TouchWiz interface. En dat zien we eigenlijk overal wel in terug. Dat zien we in de notificaties met de toggles die hierboven in zitten. Dat zien we in de instellingen met de kleurtjes en de dingetjes die Samsung zelf aangegeven heeft. Dat zien we aan de hoeveelheid software die Samsung zelf meelevert in de vorm van applicaties, S-Note, S-Planner, Samsung Apps, S-Suggest, noem maar op. Samsung heeft er redelijk wat aan gedaan. Voegt er ook redelijk veel functies aan toe waar ik in de uitgebreide review op terugkom. Dus Samsung heeft behoorlijk gespeeld met de standaard Android interface en er een eigen laag overheen gelegd. De TouchWiz interface, Samsung levert het als je wilt met een aantal standaard widgets, standaard eenvoudige snelkoppeling widgets mee.
waarmee je direct handige applicaties kunt plaatsen, handige instellingen kunt plaatsen. Maar goed, de homescreen is helemaal naar eigen wens in te vullen hoor. Voor de rest heeft Samsung een hoop instellingen toegevoegd, hoop opties toegevoegd waarmee je het apparaat helemaal naar eigen wens in kunt stellen. En nou ja, denk hierbij aan motion en gestures die je helemaal naar eigen wens in kunt stellen. Je kunt een one-handed operation instellen. Kijk, het is natuurlijk een redelijk fors toestel wat je eigenlijk met twee handen moet bedienen. Maar je kunt hier ook zorgen dat het keyboard voor één hand weergegeven wordt. Dat je makkelijk snel iemand kunt bellen, toetsen in kunt tikken, de calculator kunt gebruiken. Nou, dat kun je dus bijvoorbeeld instellen. Voor de rest, even kijken hier, kun je bij motion een aantal gestures en bewegingen instellen die bepaalde commands, functies uitvoeren. Hetzelfde geldt voor de S Pen, kun je een aantal functies aanvinken, uitvinken. Noem maar op, S Pen kom ik zo meteen op terug. En er zit een speciale systeembeheerfunctie op, die vond ik wel handig om even te laten zien. En daarin zie je dus eigenlijk terug je actieve applicaties die momenteel openstaan. Met het RAM-geheugen dat ze gebruiken, de CPU-kracht die ze gebruiken. En ik zie dat alles nou op nul staat, dus daar wordt weinig gebruikt op dit moment. Maar je ziet dus het RAM-geheugen dat ze gebruiken. En dan kun je applicaties beëindigen wanneer je een beetje vastloopt en heel veel open hebt staan bijvoorbeeld. Gedownload applicaties, het RAM-geheugen wat momenteel in gebruik is en het opslaggeheugen dat je gebruikt hebt. Handig wat meer informatie dan Android je standaard biedt. Je hebt ook de multi-window functie en dat is wellicht nog handiger, want dan kun je twee applicaties naast elkaar draaien. Die applicatie bereik je door de vorige knop ingedrukt te houden. Die knoppen zijn hieronder, dus de vorige knop die ligt op en als je die even inhoudt. Nou is niet. Als je die even inhoudt, zie je een menu aan de linkerkant verschijnen. Daar vind je applicaties die je kunt gebruiken in de multi-window modus. En ik wil bijvoorbeeld mijn Gmail naast mijn browser zien, of eigenlijk boven mijn browser zien. Pak je Gmail, pak je hem boven of eronder. Dan krijg je bovenaan je Gmail te zien, onderaan je browser. En zo kun je gewoon doorgaan met scrollen op je browser. Of je kunt je Gmail verder gaan. Deze functie is beter uitgewerkt dan bijvoorbeeld op de Galaxy Note 10.1. Werkt veel soepeler. Je hoeft niet eerst een gedeelte van je scherm te selecteren. Hele handige functie. Je kunt ook bijvoorbeeld de galerij dan onderin zetten. En dan krijg je je foto of video te zien terwijl je in je Gmail bezig bent. Er zijn dus verschillende applicaties. Niet alleen de standaard Samsung applicaties of echt heel weinig mogelijkheden zoals bij de Galaxy Note 10.1. Je kunt redelijk veel applicaties gebruiken. Twitter, Facebook, S-Note, YouTube, je browser, noem maar op. Daar kun je allemaal mee werken. En dat is behoorlijk fijn. Daar kun je mooie dingen mee doen. Of het vaak zult gebruiken is een tweede, maar dat het kan is wel ontzettend gaaf. Dus dat is een leuke functie. Je kunt ook nog, even kijken, de verdeling van het scherm aanpassen. Dus een van de applicaties groter of kleiner trekken. En je kunt ze ook omdraaien en je kunt er weer één groter maken mocht je dat willen. Handige functie die Samsung heeft toegevoegd en een van de meest interessante functies denk ik zelf. Maar we hebben natuurlijk een S Pen en die moeten we natuurlijk ook gebruiken. Als we hem even vinden hieronder, daar is die. Dat is de S Pen. En de S Pen stylus is verbeterd ten opzichte van vorig jaar, van de vorige Note smartphone. Wat Samsung gedaan heeft, is de pen verbeterd, het aantal drukniveaus verbeterd. Dus de pen is nu nauwkeuriger, kan beter gebruikt worden tijdens bijvoorbeeld het tekenen of het maken van notities. En er is ook een cursor aan toegevoegd en die cursor vind ik wel heel interessant. Zoals je hier kunt zien, ik weet niet of je het goed ziet. Dan zie je een puntje verschijnen, dat is waarschijnlijk wat duidelijker als ik dadelijk in een andere applicatie kom. Maar het is dus een cursor en die cursor werkt hetzelfde als de cursor van een muis waar je mee op je computer over een bepaalde link heen kunt gaan of een applicatie waarmee je dus een beschrijving ziet. Die cursor werkt als je ongeveer 1 centimeter van het scherm afzet. Dan geeft je meer informatie, ook in de browser, in de galerij kun je bijvoorbeeld je foto's, even terug. Kun je bijvoorbeeld je foto's laten vergroten, als hij dat nou even doet. Even terug.
Zo kun je foto's laten vergroten zonder erop te klikken. Dus dat is een handige toegevoegde functie. Maar, we zaten net al in S-Note. Dat kun je trouwens instellen. Zodra je je pen eruit haalt, kun je instellen dat de S-Note applicatie in een pop-up automatisch opent. Het gaat natuurlijk om dat je kunt schrijven en tekenen met, met deze S-Pen stylus. En dat gaat zonder problemen. Er zijn dus verschillende drukniveaus. Je kunt, wanneer je licht drukt, zie je ook een hele dunne lijn verschijnen. Wanneer je wat harder drukt, zie je ook een dikkere lijn verschijnen. En er zijn heel veel tussenstappen hoor, dat je wat minder hard drukt. Dus dat moet vooral tijdens het tekenen en schrijven voordelen bieden. Voor de rest, de S-Pen kan nog meer functies. Er zitten een hele hoop functies op, maar om het even kort te houden. Als je bijvoorbeeld een screenshot wilt maken, dan kun je dat natuurlijk op de standaard manier doen met de aan-uit knop en de volume rocker naar beneden, zoals we dat van Android inmiddels kennen. Maar je kunt met die S-Pen ook, als je het S-Pen knopje indrukt, die zit hier, hou je in en je tekent om datgene waar je een screenshot van wil hebben. Dan wordt er alleen van dat gedeelte een screenshot gemaakt. En dat kun je dan openen via een aantal applicaties of het wordt in je scrapbook opgeslagen. Als je lang genoeg wacht, wordt het vanzelf opgeslagen. Zo kun je een screenshot maken van een bepaald gedeelte. Je kunt er ook voor kiezen om het knopje in te houden en één keer te tikken. Eén keer in te houden. Dan wordt er een screenshot gemaakt van het hele scherm. En dan kun je ook weer iets op schrijven, een notitie op maken. En die kun je laten opslaan. Akkoord. Wordt die opgeslagen. Samsung heeft een aantal applicaties mee die je, waarmee je de pen heel makkelijk kunt gebruiken. Zo is er de S-Pen applicatie waarmee je een aantal templates krijgt. Zo kun je bijvoorbeeld een recept aanmaken. Receptboek schrijven of wat dan ook. Nou goed, er is een template aangemaakt. Kun je wat schrijven. Je kunt ook tekst toevoegen. En oké, nou die tekst die wordt daar toegevoegd, maar die wordt omgezet dus in getypte tekst eigenlijk. En dat werkt redelijk goed. Ik heb hem nou in het Engels staan. Dus is die penherkenning werkt redelijk goed en ook het herkennen van geschreven woorden. Eigenlijk vrijwel zonder problemen. Dus dat is een leuke en interessante functie ook. Dat is een beetje snel dus wat de S-Pen kan. Voor de rest prestaties wat ik tot nu toe gemerkt heb. De Galaxy Note 2 is zeer snel. Ik heb weinig ervaren dat er vertragingen zitten. De enige vertraging die ik gemerkt heb is de home-knop. Als je daarop drukt, duurt het even een seconde langer voordat hij naar home gaat. En dat komt omdat hij nadenkt van, hou je misschien de knop langer in. Waardoor je naar dit menu gaat met de taakbeheer, Google Now en het verdere van openstaande applicaties. Dat is een klein nadeeltje, maar goed, het is niet echt te noemen zeg maar als nadeel. Voor de rest ga ik de komende dagen kijken van het gebruik. Ja, is het een smartphone, is het een tablet? Ik heb geprobeerd in mijn broekzak te stoppen. Sommige broeken gaat wel, sommige broeken gaat het niet. Maar daarbij moet gezegd worden dat het soms wat irritant is als je gaat zitten met zo'n toestel in je broekzak. Maar daar ga ik de komende tijd naar kijken. Prijs ligt op €600 en dat is redelijk wat. Maar zoals ik nu zie, krijg je zeer vrije applicaties, software mogelijkheden. Een zeer uitgebreid apparaat met een heel goed display. Snelle prestaties. Vrij afgewerkt. Echt een high-end premium toestel. Mocht je vragen hebben, zet ze vooral even onder dit artikel van de eerste indruk. Dan behandel ik ze in de volledige review.